Dank u wel, voorzitter. Dat de PVV een anti-Europese partij is, dat hebben we gemerkt aan zijn betoog. Hebben we ook gemerkt aan de amendementen. De PVV afficheert zich ook als een partij die de criminaliteit bestrijdt en mensen weer terug wil sturen naar hun thuisland. Mijn vraag aan de heer Hartong is, hoe kunt u dat ook doen als u de volledige begroting van Europol op nul zet, als u het Schengen-informatiesysteem volledig wegbezuinigt en als u de 113 miljoen van het European Return Fund volledig naar nul terugdraait? Voorzitter, dank u wel voor deze vraag van mijn collega. Zoals ook bekend is bij mijn collega, zal hij absoluut weten dat het beleid voor het bestrijden van terrorisme en dat soort zaken hoort bij de nationale lidstaten en dat wij dat niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie vinden vallen. Daarnaast zal mijn gewaardeerde collega ook zeker op de hoogte zijn van het feit dat er bij Europol ook enorme frauderingen plaats hebben gevonden de afgelopen jaren, waar we onlangs over hebben gediscussieerd in dit huis. En het lijkt me reden genoeg om ook het politiebeleid weer onder de nationale lidstaten te brengen. Dank u wel. Thank you.